Zo, dit is de video van maandag. Ik heb een lekkere dag gehad. Ik heb lang geslapen. Ik heb vakantie. Ik heb wel wat, weer wat rommel in huis. Want morgen komen ze de meter. Of de. Ja, komen ze de. CV-ketel controleren en schoonmaken. Morgen heb ik eindelijk mijn planbespreking. En morgen ga ik nog wat dingetjes doen. Ik ga morgenochtend vroeg weg. Ik ga op pad. Want ik ga morgen komen ze me. Oh ja, ze komen ook morgen mijn douchekop monteren. Daar ben ik ook weer blij mee. Dan kan ik eindelijk eens een keer goed douchen. Want nu doe ik het met een. Wat ik vroeger op scouting heb geleerd. Met een straal. En een soort van een trechter ben ik nu aan het douchen. Ja, dat is het enige. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil niet met een trechter douchen. Ik wil gewoon douchen. Dus dat. Dat is zometeen. Hoef ik dat niet meer te doen. Ik wil. Ja, en ik zit aan het denken van. Om een uitleg te gaan geven, een soort video te maken, uitleg te geven waarom ik coronagekje word genoemd. Ik overal op welk platform ik ook kom, word ik coronagekje genoemd. Ik snap dat niet. De overheid die heeft denk ik mij zo bestempeld samen met nog wat bekende YouTubers die... podcasten maken. Dat, die worden ook uitgemaakt voor corona gekkie. En ik ook. En ik snap dat niet. Ik snap niet waar dat vandaan komt. En waar ik ook een beetje van bang en waar ik me aan erg is dat ik van mijn bewindvoerster verplicht moet naar de tandarts. Ik ben en ik moet niks. Ik mag zelf wel beslissen of ik wel of niet naar de tandarts ga. Ik weet dat ik de laatste last van mijn gebit heb. Maar ja, ik heb geen zin om naar die piep-tandarts te gaan. Want die tandarts die in Hilversum en op de Zandheuvelweg in Baren. Daar wil ik sowieso niet heen. Want ik heb daar geen zin in. Ik heb slechte ervaringen met die tandartsen. Dus dat gaan we niet doen. Ik wil gewoon naar een tandarts waar ik helemaal onder narcose kan gaan. Dus ja, dat. En ik ga niet al te laat naar bed vanavond. Dat ga ik ook sowieso niet doen. En ik ga binnenkort weer eens een keer live op Instagram. En dan ga ik jullie vragen stellen van wat jullie willen... Dan kunnen jullie aan mij vragen stellen aan mij. En dan ga ik ze beantwoorden. Dus dat ga ik dan doen binnenkort. Nou, vond je deze video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer je hier beneden. En dan zie ik jullie weer morgen.